de vakjes breien vandaag. Kijk, ik heb deze twee erbij. Die van Opa Bols en deze. Dus ik heb drie vakjes gebreid vandaag. En nu ga ik... Heel nodig moet ik naar de wc. Moet ook gebeuren. Ik lag helemaal in bed. Want ik heb het heel koud de hele tijd. En de katten liggen lekker bij me. Mijn jongste zoon, die was hier net, die gaat zo werken. Oudste zoon is al aan het werk. Oh, wat erg jongens, ik ben echt mega moe. Kijk, zo lig ik er dan bij. Heel erg, hoor ik die lamp zie heel erg. Oh shit. Oh. Zo is het beter. En ik weet niet, ik heb echt zo'n dag vandaag, dat zei ik toen straks ook al, van ik ben heel ongedurig, maar ik heb ook nergens zin in. Ik heb de hele tijd koud en ik ben lekker veel in het breien. Dus ik kan nu eten zometeen en als het eten op is, dan ga ik met kerstzakken verder en de jigsaw puzzle. En ik zit nog steeds te twijfelen of ik die durable bol ga opzetten. Die Noorse sokkenbol. Misschien ga ik dat nu zo eerst wat doen. Maar goed, dat dus. Kijk, dit kussentje. Dat is echt zo'n extra kussentje. Maar daar lig ik altijd tegenaan. Heel zacht, lief, schattig kussentje heb ik er twee van. En dat dus. Nou, als jullie nou denken dat ik de hele tijd zit te breien, dat is... Ik heb ook alweer een wasje opgehangen. Gek, hè? Ik kom daar nou, merk ik aan mezelf, 's avonds meer tot leven of zo. Ik weet niet wat het is. Ik ben dan blij dat het 's avonds is. Donker is, alsof je dan niks meer moet. En dan ineens heb ik overal wel zin in. Ja, dat, zo werkt het wel een beetje bij mij in de winter. Daarom vind ik zomers ook nog leuk. Zomers dan heb ik het gevoel dat ik de hele tijd wat moet. Dat ik de hele tijd actief moet zijn en het is lang licht. En dat vind ik zo lekker aan de avond. Dat je gewoon, nu gewoon een soort van, ook mag lekker op de bank ploffen en zelf te weten wat ik doe. Dat mag natuurlijk altijd wel, maar ik heb wel vertrouwen dat mensen dat zo voelen. En ik dus ook. Dus nou denk ik, oh ja, ik ga nog een wasje doen. Ik heb nog steeds die naadjes niet genaaid. Oh, wat dom. Ja, goed, dat hoeft. Ik kan morgen ook nog. Ik vind het wel goed. Waarom zit je in de wasbak? Waarom zit je in de wasbak? Wil je water? Ja, wil je water? Moet ik even de kraan aanzetten? Moet je wel even aan de kant. Zij wil dan altijd dat een glas onder staat of een kopje. Dan klettert dat niet. En daarom dan wil ze drinken. En als ik dat niet doe, dan vindt ze niet fijn. Het liefst wil ze dat die hele wasbak vol water loopt. Soms zit hij een beetje verstopt. En dan likt ze daar uit. Maar deze mevrouw wil altijd uit de kraan drinken. Nou, ik zit alweer een klein uurtje volgens mij te breien aan deze sok. Ik heb inmiddels wel een plan voor morgen. Ik ging mijn vriendin appen of ze zin had om mee te gaan naar de kringloopwinkel morgen vroeg in Borne. En ze had zin. Ze zegt, oh, helemaal leuk. Ik haal je op. En dus ze haalt om 9:30 morgen vroeg op. Vind ik wel lekker, want dan heb ik ook inderdaad een beetje het idee van... ik heb vandaag ook al de hele dag thuis gezeten, dat bedoel ik. Nou, kringlopen op zaterdag is altijd leuk. En ik ga nu naar deze dames kijken, de Knit Girls met 3 L's. Die hebben een aflevering 599. Nou ja, ik heb sinds 4 afleveringen hun pas ontdekt. En zij zijn ook erg leuk. Ze hebben heel veel ervaring volgens mij met breien. Het is wel weer Engels, Amerikaanse dames. Dus dat zit ik nu te doen. En ik ga eerst een tijdje aan deze sok breien. En dan pak ik die andere sok en dan straks nog weer aan mijn jigsaw puzzle. Nou, en ik heb al een aantal vakjes gebruikt, maar dat hebben jullie al gezien als het goed is. Dus dat ga ik doen voor deze vrijdagavond. Kijk, ik ben inmiddels 14 centimeter verder. Ik brei het been tegenwoordig 14 centimeter. Dat bevalt goed.
En ik vind hem toch wel heel leuk. Opbreien, dat had ik toch ook weer niet verwacht. Alleen, ik kan nog steeds geen herhaling ontdekken. Het is eigenlijk gaat hij is het steeds wat anders. Het is inderdaad net zo'n kerststokje. Nou, dus ik ben helemaal aangenaam verrast toch weer. Omdat ik eerst dacht, ik vind het een beetje fletse kleuren. Maar als je dan het zo ziet, dan is het heel leuk. Dus ik heb nu 14 centimeter. Ik ga hem nu wegleggen. Ik heb inmiddels langer gebruikt dan een uur eraan. Volgens mij wel bijna 2,5 uur. Nu ga ik gauw die andere pakken. Maar goed, dit is weer verrassend. Heel leuk. Ondertussen zit ik nu weer naar Woolhobby te kijken. Ik heb nog heel veel dingen die ik wil kijken vanavond. Dus wat dat betreft hoef ik de bank niet af. Alleen als ik moet plassen en koffie halen. Dat heb ik net gedaan. En mijn lieve Poekie ligt hier lang uit op mijn benen. Dat is haar favoriete plek. Maar op het moment, lekker warm. Het is natuurlijk lekker warm aan haar lijfje. En mijn benen zijn daardoor ook lekker warm. Nou, tot. Ik ga denk ik vanavond niet meer verder vloggen. Beginnen we morgen vroeg weer. Laten we dat doen. Ja, zullen we dat afspreken? Ja, dat doen Want ik heb van mij al een aantal snippets weer gefilmd. En dan morgen vroeg mogen we weer pakketjes openmaken. Oh, ik heb er nu alweer zin in. Ja, dat zal ik ook wel gaan missen straks. Heb ik straks helemaal geen cadeautjes meer om uit te pakken. Aha. Kijk, zo zit ik erbij. Oh ja, maar ik heb de bouwlamp weer aan. Dan zie je dat het een beetje slecht. Oh, verlept zie ik eruit. Maar goed, maakt niet uit. Kijk dan, uitgroei begint alweer. We gaan lekker verder, maar ik heb overal project bags. Kijk dan, de hele bank ligt vol met project bags. En mijn bed ook trouwens. Whips, works in progress. Fijne avond. Nou, ik heb ook nog even drie vanaf de witte, de rode, de witte en de groene gebreid in deze sok. Maar die leg ik nu ook weer weg. Ik denk wel dat ik er bijna ben. Nog misschien twee streepjes en dan kan ik aan het teen beginnen. Maar dan ga ik morgen eerst even passen. Nu nog even aan de jigsaw puzzel breien en dan ga ik lekker naar bed. Heb ik wel weer genoeg gebreid voor vandaag. Als ik toch eens al die meters zou optellen wat ik het laatste jaar heb gebreid. Nou, ik zou het echt niet meer weten, maar van hier naar Spanje of zo, denk ik wel. Sehr gerne. Für Sie in Greven, Rosendahl und Horstmar. DDR4. Aber erstmal hier was anderes, ne? Rubens, Fugi, Ugi. Goedemorgen. Nou, kijk, mijn ontbijt is weer klaar. We gaan de pakjes pakken en we gaan de pakjes openen. Vlogmas dag 17. He? Ja, dag 17. Zaterdag 17 december. 17 en. Oh, wat was 17? Ja, 17. Zoals gebruikelijk gaan we eerst even de koffie opdrinken. En dan kom ik zo terug met de pakketjes. Nou, de koffie is weer op en mijn ontbijt heb ik ook op. Nou, daar gaan we weer, jongens. Pakketje 17. Oh ja, ik doe als eerst deze, hè. Die hou ik gewoon in. Dat we die eerst doen. Ben je benieuwd? Oh, ik moet invoelen. Oh ja, ik voel me wel een bolletje, hoor. Heel zachtig ook, maar. Oeh, ja, mooi. Jeetje, dit is echt een hele grote bol. Ja, degene die mij, Mira Nits, heeft het voor mij gemaakt. Die is heel gul met de bolletjes, want ik heb elke keer echt genoeg. Dus daar ben ik heel blij mee. Bij deze nogmaals, dankjewel. Oh, ik moet niet zien. Ja, ik had het er van de week over dat ik eraan zat te denken. Moest ondertussen even niezen, dus ik had jullie even gepauzeerd. Dat je dan. Ja, dat ik daar dan misschien volgend jaar, als ik dat dan nog weet, bij ga zetten welke wol het is. Dus welke sokkenwol. Maar goed, want deze ben ik ook weer benieuwd naar. Nou, want deze voelt heel, heel zacht. Heel leuk. Nee, helemaal blij mee. Dus dat is
1. Dan gaan we weer naar deze. Hier zit iets bij in, voel ik. Leuk, hij is nog goed. Voelen wat je hebt. Maar dan was je vroeger moest je dat voelen met een blinde komt. Maar dat past in de rij of wat ik ook. Nou, eerst even met die andere eruit halen. Oh, het is weer een heerlijke thee. Winter Glow. Oh, lekker rooibos. Cara, nog iets. Cinnamon. Red pepper. Oh, red pepper. Nou, ik ben benieuwd. Kloof, vanille. Nou, leuk. Die gaan we vanmiddag weer lekker doen. Even kijken. En dan hebben we vandaag een... Het is weer een gele. Verrassend. Naturel met spekkels. Hier zijn wel spekkels aanwezig. Ja, leuk. Mooi. Oh, ik weet nog steeds niet wat ik ga maken. Ik zit echt te denken aan de... Oh, daar zit nog een in. Oh, dat ga ik zo even pakken. Ik zit eigenlijk te denken aan de... Find Your Fate van Andrea Mowry. Die heeft ze een keer... Ik heb een keer een tutorial gezien. Die is niet zo heel moeilijk volgens mij. Ze zegt het zijn hele, ja, heel veel stukken met alleen maar rechte steken en ribbelsteken. En af en toe heb je een keer een deeltje met omslag volgens mij. Dus ik denk dat die het gaat worden. Want die heeft ook echt zo'n fade van licht naar donker. En dan wat je dan hebt volgen. Dus dat zou wel heel mooi zijn. Ik kan het ook niet zo heel goed zien. Volgens mij is deze meer natuurlijk dan geel. Dus dan moet ik echt straks even nog een keer bij daglicht gaan kijken. En er zat nog iets in het zakje, vind ik. Ach, wat schattig. Een kleine mini stroopwafel. Ja, dat is altijd leuk. Heel skitterig. Goed, die gaan we lekker straks opeten bij de thee vanmiddag. Ik ga nu nog even wat vlogmas gaan kijken. En ik word om 9:30 alweer opgehaald. Want ik ga met mijn vriendin gezellig even naar de kringloopwinkel. Dus ik heb even weer een plan gemaakt. Gisteren was ik de hele dag thuis. Dat was ook al heel leuk. Maar toch is het ook wel fijn om even weg te gaan. Dus ik was heel ongedurig gisteren. Vandaar. Nou, tot zo later op de dag. Kijk, mijn streepje zit er weer in. Mijn dagelijkse routine met het beginnen te breien van het streepje zit er weer in. Ik vind dat ook zo leuk. Gewoon die routine. Die ga ik echt proberen om het hele jaar erin te houden. Minimaal 3 streepjes per dag met een wolletje wat ik over heb hieraan te breien. En dan als me dat lukt, heb ik volgend jaar 365 extra streepjes. Nou, dan is die waarschijnlijk wel lang genoeg. Ik ga me nu aankleden. En we gaan straks weg. Joe. Een klein filmpje maken, want we zijn in Barne. Oh, wat hebben ze hier nog veel kerstspel. Geweldig. Kijk, zo leuk allemaal van die vintage balls. Te leuk dit. Oh, heerlijk even rondkijken. Dus als je in de buurt woont van Barne, dan is dit een hele leuke kringloopwinkel. Dat is ook leuk. Eierdop, nou nee, je wou boerenbont, hè? Kijk, dit is mijn leuke lieve vriendin Renske. Die is al heel veel afgevallen. Daar krijg ik nu al die kleding van. En ja, nu moet ik zelf nog afvallen. Eerst denk je nou, oh, een leuk bakkie. Maar dan kijk ik op de onderkant. Oh nee, het is een zenosje. Nee, dat kan er mee door. Maar dan is het heel vaak niet een oud ding. Dan denk je dat het een oud ding is. Maar dan is het een nieuw oud ding. Jullie snappen vast wel wat ik bedoel. Leuk, maar gaan we niet doen. Hij kost 2 euro. Nou, we hebben natuurlijk weer wat gekocht. Kijk dan, wat een leuk winters uitzicht. Wat zeg je daar? Dus deze winkel was het. Kringloop Borne. Aanrader. Ja, hier zijn we ook nog geweest. Ik was het even vergeten te filmen. Nu lekker naar huis theetje drinken. Nu even bij de KPN winkel. Mijn vriendinnetje moest daar even naartoe. En ik kreeg een heerlijke koffie aangeboden en er staat een heel verduidelijk bakje chocola voor mijn neus.
Kijk, deze zijn toch leuk. Rens, kan je die nemen, hè? Ja, we zijn nog even in Hengeloos kringloop weer. En ze hebben ineens heel veel kerstspullen. Van de week was er bijna niks meer, of een tijdje geleden. Helemaal leuk. Kijk, heel veel. Ik heb alweer wat gescoord. Nou, inmiddels ben ik weer thuis. Ja, ik kon niet laten, jongens. Ik heb weer wat gescoord bij de kringloop. Deze walgelijk leuke kopjes. En deze leuke mok. I love you. Als straks de kerstmokken weer weggaan, dan hebben we weer wat anders. En een, kijk eens, een hele leuke pineapple beker. Ik had het lekker om uit water uit te drinken. Want in januari gaan we weer beter ons best doen met afvallen. En dan hebben we een drinkbeker nodig. En deze, ja, vond ik ook wel leuk. Ga ik op tafel zetten met een theelichtje erin, nou, met kerst. Het is een goed moment voor mijn winterglow thee. Dus dat gaan we nu even doen. En dan gaan we even een momentje lekker liggen breien op bed. Want het is koud. Ik ben druk geweest. Ik heb zeer rug. Dus dat gaan we even doen. Deze thee ruikt heerlijk. Er zit wel rooibos doorheen, daar ben ik normaal niet zo gek op, maar ik vind het ruikt heel lekker, dus ik ben benieuwd. Pan heb ik ook nog gescoord bij de kringloop voor 2,50. Ik ben benieuwd. Ik koop tegenwoordig heel vaak pannen bij de kringloop. Ja, altijd in Borne. Ziet er nog super goed uit. Ik heb een gas van huis, dus ik kan prima. Helemaal goed. Kijk, ik heb ook nog deze doosjes gekocht met balletjes voor dit boompje. 50 cent per doosje. Dus die ga ik straks nog even versieren. Nu mijn thee en mijn mini stroopwafeltje opeten. En we gaan het balletje breien in de deken. En tegelijkertijd vlogmassen kijken en uitrusten op mijn bed. Oh, kijk dan jongens. Nou is het bij daglicht. Het is inderdaad een hele andere kleur. Het lijkt meer zalm, oranje. Heel licht oranje. Ja, wat kan dat betekenen dan, hè? Dat kunstlicht vanmorgen. Oh, sorry, ik heb mijn apparaat scheef. Dus daar ben ik toch nog wel. Ik ging extra even het gordijn open doen. Ik dacht, ja. Ja, jullie zullen het gordijn open doen, maar ik slaap hier aan de straat, bijna aan de straat. Dus mijn gordijnen zitten heel vaak dicht overdag. Dus het is toch wel een verrassing, dit. Heel mooi. Ik zal mijn gezicht nog even laten zien. Voor de mensen die dat leuk vinden. Nee, ik wil nog even zeggen over die adventkalender. Ik ben heel blij mee hoor. Die van het wolbeest. Alleen, ja, je hebt een bepaald verwachtingspatroon. En dat is dan misschien niet helemaal altijd. Komt dat niet helemaal dan uit. Maar als ik al die strengetjes straks naast elkaar zie. En nu al. Denk ik, ja, het is gigantisch mooi. Echt. Ik ga er ook echt wel één project van. Ja, ik denk wel dat ik die feetje al. Wat. The Fate of Find Your Fate van Andrea Mauri gaat breien ermee. Wanneer ik ga opzetten, weet ik nog niet. Ik ga sowieso wachten tot de hele kalender. Ja, dat hij helemaal bekend is. Kijk, deze is ook zo leuk. Die ga ik nu breien. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik vind de adventkalender van het Wolbeest heel leuk. Alleen omdat het heel een beetje in dezelfde kleuren zit. Is de verrassing misschien iets minder groot. Maar als ik het nu bij daglicht kijk, dan denk ik, ja, dat zag ik vanmorgen echt heel anders. Dus dat. Hallo. Vind je me nog wel lief, schat? Zit je weer lekker voor het raam? Oh, ik moet dat nodig stofzuigen, dat stukje. Zag ik gisteren. Nou, doen we maandag. Met bed verschoren. Ik heb vakje, ik weet niet meer even, vakje van dag 17, ja. Die heb ik weer klaar. Van de Dutch Advent Swap. Leuk hè, die kleurtjes. Echt super leuk. Nu ga ik aan de andere kant het opalballetje er nog in breien. En dat. Het lijkt wel een beetje wat ik nu te gaan nu had. Kijk, dat is wel toevallig. En ik denk dat ik de adventkalender nu alvast doe. Het is al bijna 4 uur. Die heb ik even opgehaald uit de kamer. En dan ga ik even met jullie delen. Even kijken hoor, wat is het? 17. Als je het zo kunt zien. Hier de 17.
10, hoe help, waar ben ik? Dat lukt haast niet. Zie, dit is 17. En het is weer een balletje. Tada! Die ga ik straks opeten. Ja, dan ga ik bij deze. Sorry hoor, jullie zakken bijna weg. Bij deze ga ik vlogmas 17, dag 17, eindigen. Ik ga hem mooi op tijd uploaden. Ondertussen ga ik nog breien. Vanavond blijf ik denk ik lekker thuis. Ja, nee, vanavond blijf ik lekker thuis. Hibernaten. Hibernaten, breien. Ik zit heel erg te twijfelen om... Ja, ik ga in januari beginnen met die Steven West versus United Show. Dat is het één ding wat zeker is. Nu zit ik dus nog heel erg te twijfelen of ik mee ga doen aan die hibernitterlang. Maar ik heb daar natuurlijk helemaal geen wol voor. Ik weet ook niet wat je ervoor nodig hebt. Maar ik vind het wel leuk om op tweede kerstdag ben ik alleen. En om dan nieuws te gaan beginnen. Dus dat weet ik nog niet. En ja, of ik ga met die What the Fate Shawl. Of in een van die Fate Shawls met de adventkalender iets beginnen. Dus dat kan ook nog. Sorry, ik heb inmiddels het chocolaatje in mijn mond. Dus ik stap er gauw mee. Ik moet kerstmobiel nog versieren. Maar dat zien jullie dan morgen weer. Nou, fijne avond iedereen. Brei je blij. Zegt mevrouw van Wolhobby. Ah, wat erg. Volgens mij heet ze Linda. Ik weet niet zeker hoe het erg. Gaat soms in direct nakijken. Vind ik ook altijd heel leuk als ze dat zegt. Brei je blij. Nou, dat zeg ik bij deze dan ook maar een keer. En hibernate. Ja, lekker hibernate. En dat is wat ik ga doen. Tot morgen. Ja, deze was ik nog even vergeten. Het balletje wat over is van de adventswap is weer veel. Dus ik ben helemaal blij. Ik kan het nog een keer voor een ander ding gebruiken. Die doen we in 17. En dan hebben we nog maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen, jongens. Oh, dat is van nu zaterdag. Ja, is het al kerst. Nou, dat dus.